Jori, we hebben tegen Tiet gemist en ja, de Hubs ook vandaag niet gespeeld bij Venlo. Nee, dat klopt. Ik heb helaas niet gespeeld, nee. Dus tegen mijn oude club ook. Ik had wel zin om te spelen, maar mocht niet zo buiten. Helaas. Wat is het? Uit vorm? Blessure? Allebei niet, denk ik. Ik heb geen blessure, ik ben gewoon fit. En de laatste paar wedstrijden zit ik ook binnen helaas. Dus. Een keuze van de trainer. Die keuze is misschien dan achteraf niet zo goed geweest om eerst naar Go Ahead en Noorderland hier naar Venlo te gaan, want nu is deze er nog even. Hij is niet gewoon beter bij Fortuna kunnen blijven. Ja, dat is toch achteraf kan. Kijk, als het bij Go Ahead was gelukt, dan is het een carrière in anders. Als je graag bij VV nog heel veel wedstrijden gespeeld en ja, dit is ook wel wat minder. Maar ja, achteraf is wel zeggen misschien of een verkeerde keuze. Maar ja, dat is allemaal achteraf. We zullen wel zien wat de toekomst brengt, want wat weer eens gaan spelen. Moest ze best gaan spelen, zou ze niet weer bij Fortuna willen spelen? Dat is een leuke vraag. Ja, kijk, je weet maar nooit wat er allemaal gaat gebeuren, dus we zullen zien. Ja, we zijn steeds op non-actief en Fortuna kan wel een goede verdediger gebruiken, omdat we krijgen er soms wel eens acht achter de oren en dat heb ze bij Fortuna ook nog nooit meegemaakt. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Ik weet niet wat de grootste nederlaag was, maar dat is al lang geleden. Maar vandaag was 0-0 en op zich een boeiende wedstrijd om te zien. Ik zeg al, ja, hoe of wat kunnen we nog niet zeggen. We zien wel wat in de winter komt of wat niet komt. Dat zullen we zien. We zullen wel zien. We hopen erop. De wits nooit. In Koen en Haasvink. Maar dan even de wedstrijd van vandaag gekald. Venlo heeft eigenlijk wel moeten winnen vandaag. Ja, ik denk dat ze wel de beste kans zijn, zeker. Alleen, is helaas 0-0 gebleven. En, achteraf denk ik wel dat misschien Venlo wel de grootste kans zijn. De overwinning, maar het zit wel aan de keeper in de reële. En dat is gewoon een goede keeper en dan pakt zo een paar goede ballen uit. Dus achteraf gezien, ja, misschien gaan wij moeten winnen. Maar, en kriebelde dich dan op de tribune dat ze denkt: kom zich maar zo goed naar de deur maken en zelf een shit. Ja, zeker, dat sowieso. Jawel, dat sowieso is. Ik zit echt op de tribune wel te verbitten, mag ik zeggen. Want dan kijk ik zo naar die jongens. Tegen wie ik altijd mee heb gespeeld, zeg maar. En dat is jammer dat ik daar niet tegen ze kunt spelen vandaag. Oké, verblieven, ik volg je. Waanzinnig prettige dag. En misschien bij wit volgend jaar. Ja, bij wit. Ik weet maar nu, de wonders in de wereld nog even. Oké, dankjewel. Dank je.